Hallo jongens en welkom bij deze goed nieuwe video. Vandaag hebben we een nieuwe telefoon review. Dit is de Amoy telefoon. Een oude telefoon loopt Android 1. Kopje Chinese telefoon. Vandaag gaan we even reviewen. Dus laten we ongrendelen. Oké, ik merk al gelijk dat het touchje niet heel geweldig is. Ongrendeld. Toppie. Dit is een Amoy WO. Dat betekent de Sony app. Kamer, 5 megapixel. Camera ziet er wel goed uit. Het scherm is WVGA, is kut. En de batterij in dit ding is ook best wel slecht. Dus de navigatietoetsen onderin die doen het wel goed, dus pluspunt voor dat, maar touchscreen. Niet heel goed. De snelheid. Laten we even testen. Ik vind de snelheid niet heel geweldig. Oplaadtest. Dus opladen. Hij zit nu aan de draadloze oplader. Oké, jongens. Een half uur later. En hij is volledig opgeladen. Oké, de oplaadsnelheid van deze ding is goed. Maar is, kan ik deze telefoon aanbevelen? Wel, nee, de Android versie is te oud. Je kan niet veel dingen met downloaden. Misschien gratis is het goed, maar verder niet aanbeveld doen. Niet kopen, gewoon niet doen.